Niet NPO 1 of RTL 4, maar SBS 6 is de belangrijkste zender van Nederland geworden als het aankomt op talkshows. Niet alleen heeft het station met de combinatie vandaag een site en de Oranje Zomer de best bekeken talkshow in handen, maar ook is die talkshow het hele jaar rond geprogrammeerd. En dat terwijl die van NPO en RTL op hun gat liggen. Wilfred Gené vindt het heel apart. Goed dat wij er nog zijn natuurlijk, want er is eigenlijk verder geen serieuze talkshow op dit moment. Als er nu een ramp uitbreekt, dan moeten wij het allemaal kofferen, want er is verder niks, zegt hij in vandaag een saai Oranje. Johan Derksen, en dat doet niemand beter dan wij, hè? René van der Gijp vindt het bizar. Het is te gek voor woorden, vooral omdat je bij RTL vier mensen hebt en bij op één. Ja, dat ligt nu even stil, maar dan had je er wat sneller in moeten grijpen. Er is natuurlijk 365 dagen per jaar nieuws en niet 250 dagen per jaar. Wilfred, nee, je kunt het nieuws niet uitzetten, zeg maar. Johan, ze doen drie maanden wat en dan moeten ze weer rust hebben. René, verleden keer zijn ze zich de tering geschrokken van dat Turkije toen, weet je wel? Dat in Turkije toen die halve staatsgreep aan de gang was. Toen had niemand uitzending. RTL en opeen niet. Toen hadden ze wel gevraagd, hoorden wij, aan Eva, van: kun jij niet morgen? En die had gezegd: nee, dat vind ik belachelijk om het nou opeens te doen. Voor tafelgast Wouter de Winter is het ook financieel een aderlating. Mijn avonden zijn deze maand heel rustig, dus leuk dat ik nog even onderdak hier mag vinden, grapt hij. Wouter heeft wel begrip voor de beslissing van RTL. Ik heb wel begrepen dat op die eerste dag dat het EK begon, met die eerste wedstrijd op vrijdag, toen was Renze er nog wel en die cijfers waren zo laag omdat iedereen naar het voetbal keek. Als RTL zijnde kun je dan moeilijk iets verdienen. René, er moet dus echt iets gebeuren? Wouter, ja.